Oké, we gaan het vandaag hebben over een bedrijf oprichten in Roemenië. Goed, mezelf voorstellen, ik ben Freddy Jacobs. Ik ben Managing Director van PBS Worldwide, 20 jaar actief in Roemenië, meer dan 100 firma's remote opgericht en ook president van de Belgisch-Roemeense Vastgoedkamer, opgericht in 2006. Nu, we gaan het vooral hebben over de praktische aanpak. Ja? Eerst en vooral de ondernemingsvorm. Veel mensen komen af en zeggen: ik wil een V, een SA. Nu, ik zeg altijd: wij hebben in 20 jaar één SA opgericht. De meeste mensen kiezen voor de BV, de besloten vennootschap, SRL in het Roemeens. Waarom? Poh, op een hele eenvoudige manier kunnen daar bedrijven in toetreden, partners in toetreden, uittreden. Het kan een combinatie zijn van bedrijven en partners. Enfin, werkt gemakkelijk, is gemakkelijk te besturen. Ook voor verhandeling van aandelen, wijzigingen is dit niet zo, allez, niet zo moeilijk. Dus wij adviseren altijd van naar deze te gaan. Nu, het kan ook zijn dat het de bedoeling is van een groot bedrijf op te richten en kapitaal aan te trekken door middel van openbare emissies en dergelijke. Dus ja, aandelen, verhandelbare aandelen op de beurs enzovoort. Wel, in dat geval moet men eigenlijk naar een SA gaan. De eerste stap die we gaan nemen in de oprichting is de registratie van de naam. In Roemenië is het zo dat je een certificaatje krijgt van naamsreservatie met een nummer en een datum, 3 maanden geldig. En dat is de eerste stap, want alle documenten zijn uiteraard gebaseerd en dragen de naam van de vennootschap. Wij doen dat op onze naam, op een van de medewerkers, op mijn naam. En in een later stadium dragen wij die dan over aan bijvoorbeeld een van de shareholders voordat we naar de register gaan voor de registratie. Belangrijk is te weten dat je de naam Roemenië niet mocht gebruiken in de naam en dat uw naam 70% verschil moet hebben met bestaande namen. Dus als je naar het loket, als we naar het loket gaan, dus het register voor de naamsreservatie, dan gaat daar het register checken. Of dat het inderdaad voldoet aan die unieke benaming en een duidelijk verschil maakt met reeds bestaande bedrijven. Indien dat niet lukt, dan zetten we daar meestal nog een keer dingen achter. Bijvoorbeeld Chipre International, een tweede woord. En na een paar trial and errors lukt dat. En de dag erop kunnen we dan dat certificaat gaan ophalen en start dan in principe het maken van alle documenten. Goed, nu, hoe gaan we gaan registreren? Uiteraard in de register, hè? Dus de register in Roemenië. En dat begint met verzamelen van een heleboel documenten: paspoort, identiteitskaarten, een bewijs van woonplaats van de gemeente, hè? Een oprichtingsakte moet er gemaakt worden, een aantal volmachten, een aantal verklaringen. Oké, geen probleem. Wij doen dat allemaal remote in België sinds 2006. Dus u moet niet reizen. En u gaat ook uw bedrijf eigenlijk die papieren gaan tekenen bij een Belgische notaris in Gent, die gewoon is al meer dan 10 jaar van dat te doen. En daarna wordt dat opgestuurd en uw bedrijf wordt remote gecreëerd. Nu, ook vermelden dat we sinds 2009 twee business- en incubatiecentra hebben, die zijn uniek in Roemenië, hè, vooral het aspect incubatie, niet intubatie. Hè, dus want sinds wij de bedrijfscentra hebben opgericht, hoeven wij geen klanten meer te intuberen. Dus met andere woorden, de levensduur van een klant is langer. Nu, we hebben dat gedaan omdat de wetgeving veranderde en het niet meer mogelijk was van dat te doen onder het bed bij een Roemeen of zo thuis. En we hebben dat ook gedaan om klanten te ondersteunen en dus de rittypes te elimineren, te superviseren, in goede banen te leiden enzovoort. Zodanig dat de klant, bottom line, zich kan bezighouden met zijn business. Hè. En van de rest moet hij zich allemaal geen zorgen over maken. Hij moet zich niet aantrekken van de rest. De focus ligt, als hij bij ons zit, de klant, als het bedrijf bij ons zit. Enkel en alleen dan op de business naar oprichten. Nu, er is wel een reis nodig naar Roemenië. Het is te zeggen,
U moet dus één dag naar Roemenië. We nemen altijd anderhalve dag, een halve dag marge. Als Murphy inderdaad om de hoek komt kijken. Maar meestal doen we dat op een dag. Wel, dan gaan we uw bankrekeningen openen, privé bankrekeningen voor het bedrijf ook. Volmacht voor operations, een aantal verklaringen. Dus dat is eigenlijk dan de fase 2 na oprichting, waarbij dat u dan ter plaatse even moet komen. Ook belangrijk is de zetel van de firma. Nu, vroeger was het zo dat men dat deed onder bed bij een vriend of een vriendin of bij een relatie. Wel, in 2010 is dat heel grondig aangepakt, fraudebestrijding. En men moet dus inderdaad een daadwerkelijke bureau, in de letterlijke zin van het woord, hebben. Nu, wij bieden die bureaus, dus elk bedrijf heeft een bureau bij ons in het business center. En de mensen van Tax, voor het BTW-nummer wordt toegekend, komen dat controleren. Nu, in ons geval wordt dat niet meer gedaan, omdat zij zijn er al zodanig veel geweest dat ze gezegd hebben, we hebben het al gezien, we kennen het van buiten, wij komen niet meer. Dus dat betekent dat we ook daar bij het verlenen van de BTW een tweetal weken winnen. Okay? Nu, sinds 2009 zijn wij dus eigenlijk bedrijven aan het begeleiden daar en aan het opstarten in die incubatiecentra. En het huurcontract daarvoor wordt eigenlijk ook getekend in België, priorit indienen, dus alleen maar steekt samen met de akte priorit indienen van de documenten op de Roemeense register. Nu, de oprichtingsakte. We maken dus een oprichtingsakte en een docset, een documentenset voor de registratie. We maken de akte en alle documenten, mandaten, verklaringen ten behoeve van de oprichting. En daarna gaan we de notaris in Gent, als Nederlander of als Belg, gaat u even bij de notaris in Gent. Documenten worden daarna verstuurd en geprocessed. En als het klaar is, krijgen wij dan een certificaat van oprichting, een mooi blauw diploma. Dat hebben we in België niet, maar ik ben daar fier op. Hè. Dus van dat te hebben, u gaat ook fier zijn als u dat ontvangt. En dan is de zaak rond. Nu, in het geval van complexe oprichtingen, dat betekent firma's in de aandeelhouderstructuur, dat is wel een beetje complexer, naar papier, naar het aantal papieren dat we moeten hebben. Daar geven wij instructies en begeleiden we zodanig dat dus van het land van herkomst, dat daar alle documenten door de klant worden geproduceerd en aangereikt, om dus eigenlijk dan bij oprichting, bij opsturen met de rest, want u komt dan met gans die pak naar de notaris in Gent, we richten uw bedrijf op, dat wordt daarbij gevoegd, opgezonden. Wij doen dat in op een manier eigenlijk dat we geen rework hebben, aangezien dat we met afstanden zitten en zo. En we doen dat van de eerste keer goed. Nu, het verzoek tot inschrijven, dus van al die documenten, dat wordt gedaan met volmacht. Voilà. Nu, na oprichting is er een eerste bezoek in Roemenië. Dan gaan we daar opnieuw naar notaris voor een aantal verklaringen en volmachten. We gaan ook naar de bank voor uw privérekening, die van de firma ook. Uw kaarten op de firma, privé. We gaan die kaarten later ophalen voor u met mandaat en we sturen die op. Daarna moet u nog bij ons een keer langskomen in Gent voor de activatie. Of u doet dat zelf, maar goed, meestal in fase 3 komen ze langs de mensen om te leren werken met de applicatie, de logistieke flow te bespreken, de opstart te bespreken en ook tezelfde tijd dan de kaarten te activeren. Nu, we regelen ook daar ter plaatse een betrouwbare boekhouder. We hebben er 2. Mensen werken proactief, heel belangrijk. We hebben meer dan 20 klanten bij die boekhouder, dus op dat moment heb je macht en dwing je de boekhouder eigenlijk om proactief te werken, wat ik in België nooit voor elkaar heb gekregen, ten voordele van de klant. Nu, telefoonnummers, dat is enkel nog nodig als je daadwerkelijk een Roemeense nummer wil hebben. Vroeger was dat mandatory, was dat verplicht om dus te kunnen werken met je bankaire applicatie. Maar ze zijn intussen ook weer al een stap verder in de bankaire wereld en men aanvaardt buitenlandse nummers om te kunnen werken met uw applicatie op uw mobiel of op uw gsm. Voilà, en als laatste bezoeken we dan het bedrijvencentrum. Dat moeten we ook alleen, of tussenin, volgens dat de agenda dat toelaat. En 's avonds gaan we lekker eten. Meestal is dat Roemenië
wie zien. En voilà, dat was het. Dank u om naar deze vlog te kijken. De volgende editie zal waarschijnlijk gaan over het werven van elektriekers. Hè. Een keer een andere topic. Nu, al wat wij van artikelen hebben, en er zijn er heel wat met betrekking op verschillende thema's ook oprichting, kunnen vinden op onze website www.pbsworldwide.com. U kan mij telefoneren, u kan mij mailen. Hè. Dus er staat ook een e-mail op, dat is niet mijn bedrijfs-e-mail, maar dat is een werkmail die publiek is, maar die werkt perfect. En hebt u vragen, aarzel niet om mij te contacteren. Dank u wel.